Ja, nou, dank jullie wel. We hebben natuurlijk het fantastische verhaal gehoord, de toekomst van Vincent. En we hebben het verhaal gehoord van, ja, hoe doe je dat nou in de gemeentes? Ik miste trouwens een gemeente, gemeente Zoetermeer. Dat was onze favoriet. We hebben vorig jaar de gouden stekker uitgereikt aan de gemeente Zoetermeer. Omdat zij zo'n mooie combinatie van een grid in combinatie met contacten met de bewoners. En dat vonden wij zelf een heel mooi voorbeeld. Maar ook in Haarlemmermeer gebeuren mooie dingen. Daar gaan we zo meteen mee praten. Jullie weten, we hebben een onderzoek gedaan samen met de VNG. En daar is vanmorgen heeft Maarten. Waar is Maarten? Oh, daar, kom er even bij. Die was op Radio 1 samen met Annemarie Jorritsma. Hoe was dat met Annemarie Jorritsma? Gezellig. Gezellig. Nou, hartstikke goed. Wij hebben dat onderzoek gedaan samen met de VNG. Wie van jullie heeft het al gelezen? Heeft het al tijd genomen om te kunnen lezen? Vingers omhoog? Niemand. Vind je het goed? Dan gaan we er even kort doorheen. Want het is toch interessant. Er zijn uiteindelijk iets van 170 gemeentes hebben de moeite genomen om antwoord te geven. Is volgens mij bijna de helft. Over het algemeen wel wat kleinere gemeentes, maar toch interessant. Wat kun je daar... Oh, wil je hem even terugdoen, Vincent? Oh, nou doe je het zelf. Ja. Leg even kort uit wat eruit is gekomen, zeg maar. Wat zijn nou de belangrijkste dingen die gemeentegroepen hebben? Het is maar iets van een tiental vragen. Ik zal het proberen wat rustiger te praten, want volgens mij moeten we ook een beetje het tempo een beetje terugbrengen. De belangrijkste vraag was, misschien waren de eerste vragen wel de belangrijkste. De eerste vraag ging, hoe belangrijk is voor u als gemeente nu eigenlijk elektrisch rijden? Dat krijgt dan een score, en die score staat hierin. Dat komt gemiddeld op een 6,5. Nou, zo belangrijk is dat dan ongeveer. Dan de volgende vraag die gesteld is. Heeft u gemeente elektrisch vervoerbeleid? Dat is eigenlijk wel een hele belangrijke vraag, want dat is onder andere wat Mark net heeft uitgelegd. Als je geen beleid hebt, ja, dan komt er zometeen een hele hoop op je af en dan kan je die vragen niet bedienen. Nou, daar zit een beetje de zorg. 1/3 heeft beleid en 2/3 heeft het niet. Dat is echt waar de ontwikkeling in moet gaan ontstaan. En welke onderdelen gaat dat beleid dan over? Hè? Waar richt zich dat dan op? Dan zie je dat vooral eigenlijk de laadpalen en de parkeren, dat is wel waar het over gaat. En waar het eigenlijk helemaal niet over gaat, is die grote vraag die er ook aankomt. In 2025 is de bedoeling dat ook de bussen en het openbaar vervoer helemaal naar zero emissie gaan. In 2025 is het de bedoeling dat de stedelijke distributie ook zero emissie in de binnenstad gaat plaatsvinden. Het is ook de bedoeling dat zometeen het contractvervoer en de taxis elektrisch gaan. En dan willen we eigenlijk ook nog dat de huizen van het gas afgaan. Nou, dat is een mega energieopgave die er voor ons ligt. En daar zie je eigenlijk dat daar nog heel weinig aandacht is voor die categorieën. Is er iemand verantwoordelijk voor het laadpaalbeleid? Dat is hartstikke goed. In de meeste gemeenten is wel iemand verantwoordelijk voor laadpaalbeleid. In 85% ongeveer van de gevallen. Dat is hartstikke veel, ook heel erg goed. Maar het is ook een beetje het probleem wat Mark net al terecht zei. Dat is meestal wel een ambtenaar die niet alleen maar laadpaalbeleid doet. Je doet namelijk heel veel verschillende dingen. Dat maakt ook dat het heel moeilijk is om dat tijdig te doen. En je kan je misschien ook voorstellen dat als je bij een gemeente werkt en je krijgt gemiddeld, nou, sommige gemeenten krijgen 2-3 aanvragen per jaar binnen, dat de gemeente ook denkt van ja, moet ik daar nou een heel beleid voor gaan opzetten, want zoveel is het allemaal niet. Dat is misschien nu waar, maar als die mensen vervolgens wel 8 maanden moeten wachten voordat er een paal is gerealiseerd en dat stapeltje hoopt zich op. Ik hoorde vandaag een voorbeeld van een gemeente, ik zal het niet nader benoemen. Die ambtenaar had 95 aanvragen opgespaard en die kwam die nu brengen bij de laadpaal. Meneer, die moest dat maar gaan aanleggen. Ja, dat gaat niet op die manier. Het groot probleem hier ook is dat er heel veel personeel ontbreekt. Zo'n installateurs die een laadpaal kunnen gaan neerzetten. Is je gemeente aangesloten bij een regionaal contract? Eigenlijk heel belangrijk, wat je bijvoorbeeld in de MRA hebt en de regio waar Flevoland, Amsterdam, Utrecht bij aangesloten is. Dat je in ieder geval met elkaar gewoon afspraken hebt gemaakt die je niet allemaal apart hoeft te maken. Heel fijn als dat er is. In heel veel gevallen zie je dat gemeenten wel aangesloten zijn bij zo'n grotere contract. In 61% van de gevallen, als je af en toe denkt van ik vind percentages wel wat makkelijker dan aantallen. Dit is dus de belangrijke vraag. Hoe lang duurt het nou eigenlijk voordat zo'n laadpaal is gerealiseerd? Dus het moment dat je hem aanvraagt, het moment dat je hem realiseert. We hebben de limiet een beetje op 3 maanden gezet, omdat we vonden dat voor een elektrische rijder 3 maanden eigenlijk een beetje de max is. Als het langer is, dan is het sowieso wel een probleem. Want wat moet je nou als je alleen elektrisch thuis kan laden? En je bent afhankelijk met je volledige elektrische auto van een publieke laadpaal en je hebt geen oprit. En het duurt langer dan 3 maanden, dan wordt het wel heel erg veel overbruggen. Nou, de uitkomst is vrij duidelijk. Het merendeel van de gevallen moeten mensen langer wachten. Het gemiddelde ongeveer in Nederland is 6 maanden.
We hebben ook mailtjes gekregen van gemeentes waaruit blijkt dat er 8 maanden, 9 maanden wel een gewone doorlooptijd is. En dat is vrij lang wachten als je een elektrische auto hebt en je wil ermee mee rijden vooral. En niet mee wachten tot er een paal is. Handhaaft u? Vond ik een opmerkelijke. Ik weet zelf eigenlijk niet, ik heb nooit zo op gelet, maar ik zie wel vaak een auto staan die daar niet hoort. En ik had niet gedacht dat er ook zoveel op werd gehandhaafd. Dus ik was eigenlijk wel nog verrast over hoeveel dit er waren. En dit vond ik ook een opmerkelijke vraag. Ik ken eigenlijk geen plekken die alleen maar plekken zijn om te laden en waar je niet dan mag staan om te parkeren. Als Vereniging Elektrische Rijders vinden wij het op zich wel fijn dat er plekken zijn waar je moet laden, omdat er dan, als je bent uitgeladen, dan kan er weer een nieuwe gaan staan. En als je alleen maar daar parkeert, kunnen er minder mensen laden. Je ziet hier dat het een beetje 50-50 verdeeld is. Ons standpunt is vanuit de Vereniging Elektrische Rijders, als je kan liever laden dan parkeren. En wat opmerkelijk was aan de hele enquête, dus ongeveer de helft van de Nederlandse gemeentes heeft daarop gereageerd, wat ik vrij veel vind voor een enquête, is dat het merendeel ook nog van kleinere gemeentes is gekomen als antwoord. Dat was een beetje de hoogtepunten van de enquête en daar mogen jullie dan verder de discussie over gaan voeren. Dankjewel, Maarten. Dit zijn natuurlijk cijfers van de VNG. Nou weet ik dat de ANWB onlangs ook een onderzoek heeft gedaan. Marco, kom er heel even bij. Marco is Mr. Electric bij ANWB, als ik het zo even oneerbiedig mag zeggen. Maar wat kunnen nou die gemeentes zeg maar, qua aantallen in de komende 5 jaar verwachten? Wat hebben jullie onderzocht daarin? Nou, neem maar even. Dan moet ik wel een klein beetje improviseren. Ja. We hebben 2 onderzoeken gedaan. En 1 was aan het einde van vorig jaar, waar we de elektrische rijdenmonitor op gebaseerd hebben. En 38% van de Nederlander, particuliere autobezitters, is dat eigenlijk, zegt, ik ben positief over elektrisch rijden. 18% daarvan verwacht tussen nu en 5 jaar daadwerkelijk elektrisch te gaan rijden. Reacties waren, dat is weinig. Dat is heel anders ook geframed. Maar 18% van de Nederlander die daadwerkelijk verwacht tussen nu en 5 jaar elektrisch te gaan rijden. Dat is heel veel. Dat is 1 onderzoek. Het tweede wat we hebben gedaan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is in 28 grote gemeenten. En daar ligt dat percentage, dezelfde vraag, op 20%. Dus zeg maar, dat is de omvang van het aantal mensen dat denkt tussen nu en 5 jaar elektrisch te gaan rijden. Ja. En hoeveel palen, met dat gegeven in je achterhoofd, hoeveel palen zou je dan eigenlijk per elektrische rijders moeten hebben? Wat zijn er? Ik weet, NKL noemt volgens mij 1 op 50. Wat weet jij daarvan? Nou ja, kijk, uiteindelijk, wij gaan ervan uit, als je een elektrische auto aanschaft, wil je een elektrische laadpaal of een laadpaal voor je deur hebben. Dan is het altijd de zoektocht naar hoeveel personen, hoeveel percentage van de autobezitters heeft dan een eigen oprit. We horen wel eens 80%, 50%. Ik heb het exacte cijfer eigenlijk nooit in een goed onderzoek gezien, dus ik zou dat heel graag willen hebben. Maar dat, wij vinden, iemand die elektrisch gaat rijden, heeft ook een laadpunt voor de deur nodig. Als je die basisvoorwaarden niet hebt, ja, dan kan je eigenlijk met je elektrische auto niet uit de voeten. Worden het op een gegeven moment auto's van 500, 600 kilometer actieradius en is er een snellaadstation in de buurt? Of kan je dan ook onbeperkt laden bij kantoor? En dan wordt het een andere situatie. Maar voor nu, en dat is ook de komende 5 jaar, is een laadpaal voor de deur wel echt een vereiste. Okay. Nou, dankjewel Marco. Pieter Looijenstein, jij bent van MRA Elektrisch. Blijf maar even staan hoor, als je wilt. Of ik kom even bij jou. Blijf, als je even wil gaan staan, want dan kunnen mensen even zien. Sorry. Jullie als MRA doen het ook goed. Jullie zijn natuurlijk ook voorlopers op dit terrein. Hoe kijk jij naar zo'n onderzoek? Ik kan ze ook vasthouden. Ja. Dankjewel. Ja, MRA Elektrisch is een samenwerksverband van regionale en lokale overheden. Bedankt dat je me even het woord geeft. Allereerst wil ik zeggen dat het supergoed is dat de VNG en de VER aandacht geven aan dit onderwerp. Er gaat nog veel niet goed, er gaat ook veel wel goed. En hoe meer aandacht daarvoor is, hoe meer we met z'n allen dit kunnen oppakken. Dus ik denk dat het belangrijk is om mee te beginnen. Als ik kijk naar het onderzoek, dan vind ik opvallend dat ik denk dat gemeenten best wel bescheiden zijn. Ik zag 2 vrij tegenstrijdige antwoorden. Er zijn heel veel gemeenten die zijn aangesloten bij een regionale aanpak, zoals MRA. Maar er is ook bijvoorbeeld in Gelderland, Overijssel, Brabant, Limburg. Er zijn heel veel overheden die bij elkaar kruipen en het samen organiseren. En als je bij zo'n regionaal initiatief zit, dan heb je in feite al een beleid. Bij zo'n regionaal initiatief worden er keuzes gemaakt over wat zijn de locatiecriteria,
Hoe kan ik, welk tarief moet ik heffen om te concurreren met fossiele brandstoffen? Dus er zitten al best wel wat keuzes in zo'n regionaal initiatief. En dat vind ik ook beleid. En natuurlijk, we zijn er nog lang niet en er moet nog veel meer gebeuren. Maar dus ik denk ook dat er best wel veel dingen goed gaan. Dat is mooi. Dankjewel. Misschien kunnen we zo nog wat vragen. Dit waren natuurlijk allemaal cijfers en allemaal mensen vanuit gemeentes. Maar we hebben natuurlijk ook, er zitten allemaal cases achter en verhalen achter. En we hebben er even twee willen we er even uitpikken voordat we met de wethouders in discussie gaan. Maarten, kan jij even. Maarten heeft denk ik 8 maanden op zijn paal moeten wachten. Heeft ruzie gehad met zijn buurtgenoten, want. Hij wilde parkeren op een plek waar een paal stond. En die mevrouw zei, nee, dat is mijn paal. Toch? Je hebt eigenlijk best wel wat reuring veroorzaakt in je wijk. Kom heel even uitleggen hoe dat is gegaan van die 8 maanden. Heel kort, hoe is het de reis gegaan en hoe is het afgelopen? Ja. Nou, ik had al bij het begin van mijn elektrische auto door dat het een hele tour zou worden om een plek in de buurt te hebben. Dus toen ik de auto kocht, heb ik een paal aangevraagd en na 8 maanden stond die er. En het verweer van de gemeente was overmacht. Daardoor hebben we ons niet aan de gebruikelijke 7 maanden kunnen houden. Dus ik heb echt kilometers gelopen, ook in andere buurten, om een paal te vinden die vrij was. En daarbij waren met name 2 plug-in auto's die het echt vertikten om hun plek op te geven. Die stonden er gewoon dag en nacht en weekend lang. En die lieten zich ook niet aanspreken. En het argument van hen om hun auto niet te verzetten was parkeerdruk. Daarbij zagen ze over het hoofd dat mijn auto in dezelfde wijk ook kon staan. En hoe bevalt die paal nu? Want sinds wanneer heb je hem? Ja, het is mijn paal niet. Oh. De paal, zei ik. De paal bevalt goed. Maar een extra probleempje is dat daar heel lang nog de gebruikelijke bewoners stonden, die geen elektrische auto hebben. En ik heb gele post-its op de ruitenwissers, onder de ruitenwissers geplakt van u houdt een paal bezet, u bent geen elektrische auto. En eindelijk maakte ze een beetje ruimte. En toen zag ik dat die paal slechts 1 tegel had. Dus die paal die heeft 2 stekkers, maar er was in die 8 maanden tijd nog niet het idee opgekomen dat er 3 auto's in de buurt zijn bijgekomen in de looptijd van de paal. Dus we zitten nog steeds met een tekort. Ik vind het een prachtig verhaal. Uit welke gemeente is het eigenlijk? Alkmaar. Wie zit eruit? Is er hier een ambtenaar uit Alkmaar of niet? Oh, dit is. Jullie moeten zo even met elkaar gaan borrelen. Even bij de bitterballen over de paal praten. Dankjewel, Maarten. Anouk, ben jij er ook of niet? Want jij bent sinds vorige zomer al bezig. Heb je hem al eigenlijk? Oh, hij is er nog steeds niet. Vertel even. Vertel deze horrorstory. Ja. Nou, wij zijn in een hele korte tijd in onze straat met 3 full electric rijders gekomen. En we hebben allemaal 1 voor 1 braaf onze laadpaal aangevraagd. Of de laadpaal in de straat. En ja, daar kwam bij de eerste 2 eigenlijk geen reactie snel op. De gemeente liet een beetje treuzelen. We hebben er achteraan gebeld natuurlijk. En uiteindelijk kwam er naar buiten dat de gemeente hier geen beleid op had. Want wij zitten in het centrum van onze leuke stad, dorp. En ja, daar heb je parkeervergunningen. En dat is dus, ja, blijkbaar een heel uniek iets. Parkeervergunningen en laadpalen uitrollen. Dus daar was een soort system error. Dat stond niet in beleid. Nou, toen hebben ze de hulp ingeschakeld van een niet nader te noemen persoon die hier net al op het podium heeft gestaan. En die heeft ze fantastisch advies gegeven. Namelijk dat theoretisch er inderdaad misschien wel parkeercongestie zou kunnen, het parkeerdruk zou kunnen toenemen, want het zou kunnen zijn dat onze auto's allemaal volgeladen zijn en dan moeten we natuurlijk braaf weg en dan staan die plekken daar leeg en dan, ja, dan hebben wij dus 2 plekken weggedrukt uit het drukke parkeervergunningsgebied. En ze hadden misschien ook al een paar te veel vergunningen uitgegeven, dus ze zaten over hun 125% ratio. Maar toen hebben we het duidelijk gemaakt, en op zich was dat ook een heel prettig samen zijn, dat dat toch best wel een theoretisch verhaal is en dat bewoners niet van plan zijn als ze 's avonds eindelijk thuiskomen en aan de laadpaal hangen, om dan om 5 uur 's nachts of willekeurig wanneer mijn auto dan vol is, naar de paal te lopen om de auto te gaan verplaatsen. Dus daar kon de gemeente zich wel in vinden, dus die waren nu eindelijk in de go-mode. Dat is ongeveer in december geweest. Toen heb ik alsnog volledig ingediende persoon mijn aanvraag ingediend als bewoner. En die loopt nog steeds, want wat blijkt, de gemeente die heeft nu wel die gaat via de MRAE, schakelen ze in. Die heeft een go van de laadpaal-exploitant. Die is natuurlijk helemaal in favor, die ziet 3 full electric EV's, dat gaat wel lukken met die paal.
Maar er moet ook een approval komen van de netbeheerder. En wat blijkt, die netbeheerder die heeft eigenlijk een onbepaalde termijn om daar een goedkeuring aan te geven. En dat verbaast mij wel heel erg, want hoezo? Een ambtenaar heeft ook een wettelijke termijn. Hè, voor elke aanvraag heeft hij 13 weken de tijd om te reageren. En de netbeheerder mag dus een onbepaalde tijd gaan wachten voor hij dit besluit neemt. Is in ieder geval wat mij verteld is vanuit de ambtenaar. Dus de ambtenaar wacht op het approval via de MRAE. Dus hij is er ook nog ietsje verder van af dat de netbeheerder goedkeuring geeft. Dan gaat hij zijn verkeersbesluit ter inzage leggen. Dus dan gaan we nog wachten, want daar kan natuurlijk vanuit de omwonenden nog beroep op komen. Omdat er dan dus de twee plekken ter sprake gaan komen. En ja, ondertussen zitten wij een beetje clandestien, moet ik dan eerlijk bekennen, met illegale paaltjes in tuinen en stekkers over openbare trottoirs in de buurt van een blindeninstituut probleem op te lossen. Ik vind het een geweldig, wat ik zo grappig, je bent ook eigenlijk nu meteen expert, je zou zo meteen bij Overmorgen kunnen werken over hoe het... Ja, het zou kunnen, ja. Nou, weet je wat, zodra zij de paal heeft, sturen wij een nieuwsbrief uit. Dan kunnen jullie het allemaal horen, dan gaan we dit vieren. Ik hoop voor volgend jaar. Dankjewel, Anouk. Nou, welke gemeente was je trouwens? Zeist, klopt dat? Dat ligt wel verbazingwekkend dicht bij Baren. En bij Baren hebben we het verhaal gehoord. Is er iemand van Baren trouwens, voordat we verder gaan? Bij Baren is er het verhaal dat die ambtenaar dacht van... nou, ik wacht gewoon tot ik een aantal van die aanvragen binnen heb. Tot ik er 95 binnen heb en dan ga ik beginnen. Dus echt gebeurt dit, hè? Dus het is heel grappig. Maar goed, we gaan met de wethouders praten. Ik wil graag onze wethouder uit Zoetermeer uitnodigen, Robin Paalvast. Lot van Hooijdonk uit Utrecht. En Dirk Reneman uit de jagersfamilie uit Groningen, maar hij is wethouder in Haarlemmermeer. Dank jullie wel. Als jullie in de microfoon zo meteen willen praten, heel graag. Jullie zagen net dat rapport, hè, of het onderzoek wat we hebben gedaan. Als ik jullie nou even op het rijtje afvraag, wat voor cijfer geef je nou je eigen gemeente als het gaat om EV-beleid? Hè? Want 1/3 zei van nou, ik heb het voor elkaar, ik heb een beleid. 2/3 denk ik dan niet. Maar als je nou naar je eigen gemeente kijkt, Zoetermeer, Utrecht, Haarlemmermeer, wat voor cijfer geef je? Ja, het is denk ik een beetje afhankelijk van wat je gewend bent. Ik kan me voorstellen, heel veel EV-rijders hier, die hebben veel hogere verwachtingen dan een gemiddelde inwoner. En ik denk dat wat wij in Zoetermeer doen, dat wij vooruitlopen op de rest van Nederland. Met een aantal goede voorbeelden hier volgens mij. Maar je mag gewoon een cijfer geven. Ja, ik zou zeggen, dan geef ik mezelf een 8. Een 8, nou, vind ik heel erg mooi. Jij, Lot, wat geven jullie jezelf? Nou, we zijn toevallig nu nieuw beleid aan het maken. Dus ik zou zeggen, bestaande beleid is 7 en we streven nu natuurlijk naar 9. Maar ga ik toch even vragen waarom het bestaande beleid minder... Wat mis je dan? Nou, dat is eigenlijk precies dit verhaal. Wij deden tot nu toe altijd vraag gestuurd en wij gaan nu de omslag maken naar... meer proactief laadpleinen maken, dat is de bedoeling. Dus dat is echt wel een verandering van filosofie. En ook zorgen dat we klaar zijn voor de piek. En ook kijken van wat betekent dat bijvoorbeeld voor snelheidlocaties die we willen. Wat betekent dat voor nieuwbouwprojecten waar je het eigenlijk van het begin af aan goed wil regelen. Wat betekent nog wat we moeten doen richting werkgevers? Ja, volgens mij in zo'n transitie, zeker eentje die exponentieel gaat, moet je af en toe weer bij de tijd komen. En dat is eigenlijk de exercitie die we nu aan het doen zijn. En wanneer is die 9 gepland? Voor welk jaar ongeveer? Nou, ik heb tegen mijn mensen gezegd dat ik hem voor de verkiezingen wil hebben. Dus ze hebben nog twee weken. Oh, maar dat moet lukken. We sturen ook een nieuwsbrief uit als dat is gelukt. En Dirk, wat geef jij jezelf als... Als ik het verhaal van net hoor... Dat is het beleid dat wij een jaar geleden hebben vastgesteld. Dus dan geef ik mezelf ook gewoon een 9. Nou, vind ik een mooie... hartstikke goed. Hey, en nog even, blijf ik even bij jou. Hoe lang moet je in jouw gemeente wachten op een paal? Volgens mij moet je daar net zo lang op wachten als alle horrorverhalen. Maar dat geldt ook voor een gehandicapte parkeerplaats, kan ik u vertellen. Verkeer is gewoon altijd lastig. Er moet altijd een verkeersbesluit genomen worden. Er zijn procedures voor. En kijk... U mag zich presenteren als een gehandicapte. En ik heb uw elektrische rijders wel eens een keer eerder vergeleken met gehandicapten. U parkeert graag in de buurt van sportscholen. U parkeert graag op plekken waar het heel erg druk is. U parkeert ook graag op plekken vlak voor de deur. Er zijn buren die daar enorme ruzie over hebben, over parkeerplekken vlak voor de deur. En dat zijn natuurlijk gehandicapten die dat ook graag hebben. Ja. Maar die hebben ook procedures waar ze doorheen moeten. En dat zal u ook moeten doen.
En als ik dat toch even, als ik toch even mag, ja, hè? Je wat, bent kijk, er bezig, hoor. Kijk, ik moet een beetje oppassen dat ik niet een, dat ik een beetje een debunker word vandaag. Maar ik heb net allemaal presentaties gehad. Het leek wel de coming of Jesus gewoon, hè? Het gaat allemaal fantastisch en het wordt allemaal anders. En toch is het zo, dat is een beetje een sectarische opvatting. U bent een secte. U ziet wel dat de aarde vergaat of in dit geval het paradijs komt. Maar heel veel Nederlanders zien dat gewoon niet. 7600 elektrische voertuigen worden verkocht. Het aantal laadpaalaanvragen, zelfs bij dat beleid dat wij hebben voor een 9, valt heel erg mee. Zeker nu die plug-in hybrides er weg zijn, ze zat laadpalen. Dus het is ook een beetje de vraag of het zo gaat gebeuren zoals we allemaal denken. Denk niet dat ik niet denk dat er heel veel staat te gebeuren in mobiliteit, hoor. Denk het niet. Ik denk dat ontzettend veel staat te gebeuren. Maar we weten niet zo precies wat. Nee, Dirk, ik waardeer het ook heel erg dat je er bent. Want hij had ons al een beetje gewaarschuwd. Hij zegt, ja, ik ben wel een klein beetje ook een andere mening toegedaan. Waarderen we juist heel erg. Want als we allemaal hetzelfde denken, we hebben ook geen discussie nu. Dus heel leuk, hou vooral je mond open. Maar mensen kunnen wel vragen aan je gaan stellen. Zo. Dus be prepared. Ik wil even terug. Hoe lang duurt het in Utrecht om een laadpaal aan te vragen? Of voordat je hem krijgt, zeg maar? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet uit mijn hoofd weet. Dus als ik het had geweten, dan had ik het even voorbereid. Af en toe gaat het wel eens mis, dus dan duurt het echt langer dan ons lief is. En dat kan inderdaad te maken hebben met dat je toch op sommige plekken gedoe krijgt in de buurt. Of inderdaad netbeheerder wel eens ingewikkeld. Wij zullen zelf ook wel eens fouten maken. We hebben wel volgens mij een redelijk geoliede machine, dus als het goed gaat, dan ja, ik durf bijna niet te gokken. Ik denk dat we die 3 maanden niet halen. Alleen al, nou ja, Zeist heeft steden, dat hebben wij ook. Daar zit gewoon echt termijnen aan. Ja. Dus je haalt 3 maanden gewoon bijna niet als je al die periodes bij elkaar optelt. Maar in principe, het is niet zo. Utrecht is gewoon een grote gemeente met weinig mensen met oprit. Dus bij ons is het wel echt een ingeregelde procedure. Dus normaal gesproken gaat het wel, zit er wel tempo in. Ja. Alleen dat voelt waarschijnlijk niet zo voor de aanvragen. Dat ben ik ook eerlijk in. Nee, want is het eerder 3 maanden of eerder 8 maanden? Waar zit het dichterbij? Nou, ik vind 8 maanden echt heel hoog klinken. Dus dat geloof ik niet, maar het is wel meer dan 3. Hebben we een EV-rijder uit Utrecht of niet? En, hoe lang duurde het bij jou? 4 jaar. Nee. Wouter. Oh, dat... Wouter, dan gaan we zo eens even... Hou even je verhaal van, want het is wel weer interessant. Daar heb ik nog nooit van gehoord, dus dat is wel boeiend. Nou, dan wil ik het toch... Wouter, kan je even kort uitleggen? Waarschijnlijk niet, ik ben nog geen 4 jaar. 4 jaar duurde. Dus dat is voor jouw tijd. Ik hou even de microfoon vast. Oh, ja, nee, ik moet zeggen, de gemeente Utrecht is goed bezig, hoor. Want er zijn heel veel palen. Maar de paal die ik aanvraagde, dat was inderdaad in de tijd dat ik een Outlander bestelde. Dus dat was begin 2013. Hij is vorig jaar geplaatst. Maar ik denk dat een veel belangrijker probleem, als ik dat meteen even mag noemen. Nee, ik weet wat je gaat doen. Dan gaan we zo meteen op. Het gaat over handhaving, weet ik al. Dus, maar ik wil nog even, ook even bij Robin horen. Hoe lang wachten ze bij jullie? Eerst even een check. Zitten de EV-rijders uit Zoetermeer hier in de zaal? Nee, dus je kunt gewoon zeggen... 4 tot 5 maanden heb ik net gehoord. 4 tot 5 maanden. 4 tot 5 maanden. En dan heb je dat verkeersbesluit al geregeld. Ja, precies. Zeg maar. Want we hebben van tevoren zeg maar, een grid over de stad gelegd. Van hier gaan ze komen. Dat is eerst de samenspraak ingegaan. Dus daar heeft iedereen wat van kunnen vinden. En wat dan volgens mij alleen nog rest is een verkeersbesluit. Wat dan redelijk snel kan. Oké. Okay. Hey, mag ik even de eerste stelling erin gooien, Vincent? Terwijl Vincent de eerste stelling erin gooit, stel ik nog even een vraag aan jou, Dirk. Want wat valt je... We hebben dat VNG-onderzoek. Je hebt het natuurlijk net gehad over de kritiek op al die halleluja-verhalen. Maar die enquête van de VNG is echt het hier en nu. Wat viel jou dan op in dat onderzoek? Even je microfoon, daarbij is je wel. Kijk, toch nog iets over die halleluja-verhalen. Op dit moment is elektrisch rijden valt eigenlijk buiten elk belastingregime wat we in Nederland hebben. En de thresholds van 30.000 euro, zoals die in die grafieken zit, is gebaseerd op de huidige bijzondere positie van elektrisch rijden. Als massaal elektrisch gereden gaat worden, gaat de overheid accijnsen heffen en BPM invoeren. Want hij krijgt een enorme deuk in zijn begroting. Dat is ook een van de redenen waarom rekeningrijden zo ontzettend lastig is. Want als het werkt, heeft het ministerie van Financiën, de Rijksbegroting, een probleem. Dat betekent ook dat die snelheid die er nu in zit... Die is onder de vooronderstelling van de huidige voordelen die er zijn. En die zullen er niet zijn als het zo'n succes wordt als jullie denken. Dan gaat de overheid erop ingrijpen. En wat mij opvalt... Laat even Robin, dat is Robin. Ja, wat vind je daarvan? Nou ja, kijk, wat wij als overheid moeten doen is dingen aanjagen. In het begin
waren zonnepanelen ook ontzettend duur en nu is het gewoon rendabel. Dus wat je moet doen is juist die onrendabele top in het begin, dan moet je de juiste randvoorwaarden creëren en dan gaat het van daarna vanzelf. Maar dat is volgens mij, in het begin heb je als overheid een rol, want anders komt het niet, dan gaat het niet van start. En dus ik geloof echt wel dat het straks gewoon heel erg hard gaat. En dan kan je als overheid je ook terugtrekken. Nou ja, het grappige is, het verhaal van Dirk, we herkennen het wel. Want we hadden vorig jaar met de VNG ook een bijeenkomst. En er zijn toch een hoop gemeenten of een aantal gemeenten die zeggen, joh, we moeten dat aan die markt overlaten. Is dat ook wat jij zegt, Dirk? Of... Nee, maar ik vind wel dat de overheid heeft wel een taak om dingen aan te jagen. Zeker. En als de overheid niet probeert om innovatie mogelijk te maken, zeker op het niveau van dat de markt er gewoon nog niet aan toe is. En daar horen ook wel richtingen in die je later gewoon weer vergeet. Zoals de waterstof-economie die we 15 jaar geleden hadden. Daar hoor je niemand meer over. Het is tegenwoordig de elektriciteitseconomie. Ik spreek, want ik hoor nog best wel veel mensen daarover. Nou, de hoeveelheid geld die nu naar elektriciteit gaat, is dus heel anders dan dat toen naar waterstof toe gaat. Maar ik in de metropoolregio Amsterdam, MRA Elektrisch... De vervoerregio, ik vertegenwoordig 15 wethouders in de vervoerregio, Amsterdam plus de omliggende gemeente. En wij subsidiëren MRA elektrisch, maar elk jaar denken we steeds, waarom doen we dat eigenlijk nog? Want de business case voor elke laadpaal is op dit moment positief. Dus elke laadpaal brengt geld op voor degene die hem daar neerzet. En dan ontstaat er dus een markt. En als die markt er is, dan moet je ook afvragen, als u een auto heeft... behoefte aan een laadpaal. En een partij heeft een laadpaal en die kan daar geld aan verdienen. Waarom je dan als overheid nog die regierol die ook in die enquête zo naar voren wordt geschoven, nog moet voeren? En de vraag is wanneer, het begin moet je zeker wat doen, maar de vraag is wanneer is de markt eraan toe? En wij bij z'n 15e denken dat dat heel, heel, heel aanstaande is. En misschien dat we er al gewoon volgend jaar mee ophouden. Lot, kan jij op zijn verhaal reageren? Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, dit laatste verhaal is volgens mij wel gewoon een landelijk beeld. Hè. Er wordt ook in de Green Deal elektrisch rijden al heel lang geroepen. In 2018 moet die business case van laadpalen rond zijn. Dus dat is volgens mij niet, dat is wat we met z'n allen hopen en verwachten. En als het eenmaal rond is, dan moet je ook als overheid je op dat punt niet meer bemoeien financieel. Tenzij je daar een andere reden voor hebt. Dus dat lijkt mij prima. Dus die markt gaat inderdaad veranderen. En ik vind het heel logisch dat de overheid aan het begin daar wel bij helpt. Omdat je ja, juist een markt die ook afhankelijk is van infrastructuur. Dat is een soort kip-ei kwestie. Hè? Dus daar moet je als overheid helpen dat die kip en het ei dat tegelijkertijd zijn. Maar op een gegeven moment denk ik dat het gewoon... En dat moet allemaal intelligent. Hè? We hebben denk ik een soort van trauma aan fiscale stimulering die in de ogen van sommigen iets te ruimhartig is geweest. Terwijl ik vooral vind dat het een slecht ontworpen fiscale prikkel was. Als die beter was ontworpen, hadden we hem nu nog gehad en waren we nu verder geweest en hadden we minder desinvesteringen gehad. Nou, ik denk dat die in termen van inkomstenderving en aanpassing over de jaren heen had die veel slimmer kunnen zijn. Dan had het gewoon een motortje kunnen zijn die voortdurend de voorhoede stimuleert zonder een groot gat achter te laten in de schatkist. Want daar zijn de autobelastingen nou ook eenmaal voor. Nou, maar ik ben er dus kabinet. Voor dat dat overheid dat aan de voorkant stimuleert, maar wel zodanig dat het perspectief uiteindelijk is dat die markt het vanzelf op zijn eigen benen staat. En ik heb daar in alle eerlijkheid eigenlijk helemaal geen twijfels over. Ik hoop vooral dat we het met elkaar volhouden dat het ook een beetje snel gaat. Want juist in het stedelijk gebied snak je er gewoon naar. Hè. Het is stil, het is schoon, het is beter voor het klimaat. Er zijn ongelooflijk veel voordelen aan, al helemaal als we het gaan combineren met autodelen. En ja, het gaat echt wel komen. En het wordt uiteindelijk gewoon de default optie. En dan willen mensen, dat is het mooie van elektrisch rijden, het is ook gewoon heerlijk. Dus het is ook helemaal, op het moment dat je het financieel kan veroorloven, is het ook absoluut geen straf, integendeel. Dus het gaat gewoon gebeuren. Nou ja, wij hier met elkaar, maar ik hoop ook een aantal bestuurders en politici die hun nek uitsteken, die moeten vooral zorgen dat het nog wat sneller gaat. Nou zie je bij dat onderzoek, en ook hoor ik ook uit jullie verhaal, dat heel veel gemeenten zitten op verschillende niveaus zitten daarin. Hè? Dus de ene die houdt inderdaad 95 van die aanvragen bij zich en de andere is super voortvarend bezig. Vinden jullie nou dat wil ik eigenlijk aan jullie alle drie even vragen, vind je nou dat de overheid ook wel een soort rol heeft om daar een soort minimumstandaard op te leggen? Dus dat je dat als het ware gewoon bijvoorbeeld zegt van, wij vinden gewoon dat er binnen 5 maanden een laadpaal moet zijn, zeg maar. Dus, laten we de zaal eens vragen wat zij dan van zo'n vraag zouden vinden.
Kunnen jullie even nadenken over het antwoord? Maar dan ook voor gehandicapten. Zet het er maar bij. Wat is de vraag hier ook weer, Vincent? Welke vraag stellen we moet hier? Moet er een richtlijn komen, maximaal 3 maanden wachten op een laadpaal? Ja, en dat is een soort overheid, nou ja, of een, ook van een soort instantie of vanuit de VNG of vanuit een iets dat we eigenlijk, want nu kan iedereen ongestraft zijn gang gaan, zeg maar. Maar eigenlijk hebben we volgens mij net geleerd dat je niet meer vraaggericht moet werken, maar gewoon moet zorgen aan de voorkant dat het aanbod er is. En dan is dit eigenlijk een beetje achterhaalde regel, zou ik zeggen. Ja. Maar misschien wel nodig nog? Ik ben het daar heel erg mee eens. Vertel. Ik beschouw ook de hele laadpalen, gedoe met de individuele laadpalen, dat is gewoon einde oefening. Dat is gewoon achterhaalde techniek. Ik ben ook echt van mening dat als je het aan de markt overlaat, dat die markt vanzelf ook op plekken gaat aanbieden en met voorzieningen komt, zodat u uw auto kan opladen. Als de markt, als de case positief is... Maar wie is dan die markt? Een aanbieder van laadpalen, zoals je nu Shell hebt, dat jouw benzine en diesel regelt. Ja. Het is echt niet zo dat een gemeente een benzinestation mogelijk maakt. Maar zolang het schaarste is, dan heb je wel dat verdelingsvraagstuk waar je als overheid een rol hebt. Ik vind dat je de regie moet voeren. Als je kijkt naar benzinestations, doen we precies hetzelfde. Die mogen ook niet overal komen. En ja, of je dan meteen allemaal regeltjes, een soort risicoregelreflex hoor ik hier, omdat in de gemeente, die ik maar even vergeet, dat een keer fout is gegaan. Op het moment dat in Zoetermeer te lang gewacht moet worden, dan gaan ze bellen naar die ambtenaar. Dus die stimulans is er echt wel. Mm. En als het fout gaat, zeg maar, in de vervolgstappen, bijvoorbeeld bij Stedin. Kijk, Eneco gaan we de aandelen verkopen, maar van Stedin niet. Dus daar kunnen we gewoon invloed op uitoefenen als overheid. Ja. Maar ik ben het wel met je eens, maar ik zie de volgorde gewoon zo. Dat Shell vraagt om een benzinestation neer te zetten. En als gemeente moet je dan afvragen, stel dat ze een LPG-ding hebben, waar doe ik dat in mijn ruimtelijke ordening? Dat moet je inderdaad regelen. En misschien ook niet fijn als je de 3 achter elkaar hebt. Dus je hebt wel regelingen, maar het initiatief om iets te doen ligt toch echt niet bij de gemeente. Het is echt niet zo dat wij in Haarlem meer Shell opbellen en zeggen, hé, we hebben een benzinestation nodig, doe eens wat. Dat gebeurt echt maar niet. Maar jij denkt dat we nu al zo klaar ervoor zijn dat we dat aan die markt kunnen overlaten? Nou, als de business case van een laadpaal nu al positief is, en stel dat u allemaal gelijk heeft, en ik heb ongelijk, dat het elektrisch rijden er gewoon aankomt, en dat het echt nog maar dat hoeft te gebeuren, dan kan ik me niet voorstellen dat op dit moment niet ondernemers bezig zijn om op deze markt in te stappen en zelf hartstikke rijk te worden en u allemaal helemaal tevreden te stellen. Nou ja, wel een goede en terechte vraag van Roland. Die zei, ja maar, kijk, als je ook de markt heeft behoefte aan beleid, zeg maar, weet je wel. Dus als twee derde van de gemeentes dat beleid nog niet heeft, hoe gaat de markt daar dan mee om? Die houdt helemaal niet van een onzekere overheid, zeg maar. Hoe moet dat dan? Als je, zoals wij in, zoals jullie gaan doen, hè, dan, wat wij ook hebben, wij hebben plekken aangewezen waar als een snellaadinfrastructuur zou moeten komen, waar die geschikt is, zoals dat met benzinestations ook doen. Maar vervolgens gaan we niet, we wachten nu gewoon. Maar dat is toch ook beleid? Want volgens mij gaat het nu over gemeenten die nog niet reageren of niet goed reageren op aanvragen. En dus mensen die wel graag elektrisch rijden toch niet bedienen. Omdat ze per definitie ruimtelijk moeten organiseren. En hoe zelfstandig die markt ook aan de slag gaat, dat blijft zo. Het is, tenminste, die opritten gaan we maar even vanuit dat geen probleem is. Dus het gaat in deze discussie heel erg over de openbare ruimte. En hoe je het ook wendt of keert, daar zullen gemeenten in blijven regisseren. En al helemaal als je ook de koppeling nog gaat maken naar wat betekent het voor de elektriciteitsinfrastructuur, dat is nog iets wat ik net was vergeten. Dat doen wij ook nog in dat nieuwe plan. Dat we de spiegeling maken met steden van kan dit wel overal? Of betekent dat nog wat voor die infrastructuur? Ja, dat gaat allemaal niet zomaar bottom-up vanuit de markt. Dat moet toch wel een beetje coördinatie en planmatig werken achter. Als ik Lot daarin mag bijvallen, kijk, als je gaat om de energietransitie, is dat hele vraagstuk van hoe gaan we dat een beetje verdelen met elkaar, dat is best nog wel een ingewikkelde. En daar zie je het ook met bij jullie, hoe heet dat project? Roblox, hoe heet dat? Roblox is het spel. Lombox Redrive Solar. Dat je dat ook gaat gebruiken en dat net beter gaat uitbalanceren. En daar heb je als overheid ook wel een belang in. He, want op het moment dat iedereen maar zijn gang gaat, betekent dat we dat net heel erg moeten verzwaren. En daar zitten natuurlijk behoorlijke kosten aan. Ja. Nou ja, dat is wel het verzwaren van dat net, toch, het is wel mooi. Want kijk, we zijn het niet oneens. Hè. Zodra je de taak van de overheid raakt in de openbare ruimte of in de ruimteordening, dan heeft de overheid een regierol. Want die moet al die belangen wegen. Dat is overigens één van de redenen waarom ik tegen de stelling zou zijn dat je binnen zoveel maanden maar gewoon een laadpaal krijgt. Want er moet gewoon een belangenafweging plaatsvinden. En daar zit een openbare procedure achter.
Dat heet een verkeersbesluit. U bent niet de enige die wat wil in onze openbare ruimte. Daar moet je als overheid uitspraken over hebben, over hoe je die belangen weegt. Als je dat regie noemt, dan vind ik dat prima. Maar ik ervaar regie als iets anders. Als dat je als overheid vindt dat er zoveel mogelijk laadpalen moeten komen. Als je als overheid vindt dat op die en die plek een elektrische laadinfrastructuur. Maar dan ga ik je toch even onderbreken, want kijk, we hebben het natuurlijk over... Je hebt het over laadpalen. Als het mag, nee, als we het willen, dan moet die daar komen. Ja. Zoals we dat bij benzinestations ook doen. Dirk, hoe zie jij dan... Kijk, we hebben het over laadpalen, maar je kunt EV als onderdeel van die energietransitie. We hebben het over slim laden, dat heeft ook een impact op het energienet. Hoe zie jij de rol van de overheid daar dan in? Of in jouw gemeente? Want daar moet je je toch tegenaan bemoeien? Of daar wil je toch onderdeel van zijn? Nou, maar ook het verzwaren van het energienet, daar hebben partijen voor, Alliander. Die dat, maar die gaan voor jou dan het beleid bepalen. Die gaan, dus jij laat dat beleid aan al die commerciële partijen over. Alliander heeft de opdracht om ervoor te zorgen dat er elektrische infrastructuur ligt die ons en wie geeft dan de vergunningen daarvoor af en zo? Ja, de overheid... De gemeentelijke overheid zit daar in de ruimtelijke ordening. Dus als jij wil een taskforce-stationje wil bouwen, dan gaat de gemeentelijke overheid gaat met je kijken waar dat kan. Ja. Maar de gemeentelijke overheid gaat niet aan jou vragen, aan Alliander, hey, zorg voor een goede infrastructuur. Dat is gegeven. Alliander moet dat doen. Dat is hun taak. Maar dan kom je dus niet aan de optimalisering toe, als je de rolopvatting zo definieert. Nou, dan is het verzwaren als het nodig is en niet nadenken over hoe kunnen we dat voorkomen. Dan laat je het allemaal gebeuren. Nee, ik weet, ik geef je te doen om een keer met Alliander in gesprek aan te gaan. Dat is een buitengewoon lastig beïnvloede partij. Maar het is wel een partij die gewoon voor die elektrische zekerheid moet zorgen. Voor bedrijven en voor de ontwikkelingen die er zijn, ook met elektrische auto's. Ja, we gaan even naar een vraag uit de zaal, want dat is inderdaad terecht op me. Ik weet niet wie heeft hem geplaatst. Dat inderdaad die business case helemaal niet... Joh Maarten, we hebben contact gehad. Want hij liep zo te mopperen dat we op een locatie zaten waar geen laadpalen waren. Sorry Maarten, maar je snapt waarom. Wij zijn ook maar goedwillende vereniging. Dus gelukt. Ja, dus hij moet weer terug naar Apeldoorn. Dus dat wordt een toestand. Maar dat klopt. Hoe gaan we daar nou om? Kijk, in de vier grote steden geloof ik nog wel dat je een positieve business case kan krijgen. Maar hoe is dat in de rest van Nederland? Weet je wel? Haarlemmermeer. In Haarlemmermeer. Dus is het ook positief. G40 is het dan al, hè? Als je Zoetermeer tot een wat kleinere gemeente rekent, 125.000 inwoners. Kijk, wat wij natuurlijk wel doen als gemeente, wij nemen het risico. Wij plaatsen die palen en we gaan ervan uit dat we een zeker rendement halen. Uiteindelijk zit dat risico bij ons, dat er voldoende gebruik van wordt gemaakt. En wat wij ook wel belangrijk vinden, is dat die prijs niet al te hoog is. En dus daar heb je ook nog invloed op. Als je alles aan de markt overlaat, zou de prijs ook wel eens behoorlijk hoog kunnen worden. Ja goed, en wij proberen gewoon de investering die we doen gewoon terug te verdienen met een redelijk tarief, waardoor het ook interessant blijft. Want uiteindelijk, elektrisch rijden is voor ons gewoon een onderdeel van onze duurzaamheidsambities in een veel groter geheel. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Het gaat niet alleen om elektrisch rijden bij ons, het gaat erom dat we de energietransitie inzetten. Ja. En dat is natuurlijk, Lombok is daar een fantastisch voorbeeld van, denk ik. Hoe ga je dat beleid in Lombok dan, als jij herkozen wordt of als je doorgaat, ik weet niet hoe jouw toekomst eruit ziet. Maar wat zou dan je grootste uitdaging op dat terrein worden in de stad? Ik denk inderdaad van hoe schalen we dat op? We hebben de eerste elektrische buslijnen bijvoorbeeld, die ook al twee kanten op kunnen laden. Dus dat is wel leuk, hè? Dus Lombok wordt nu al met bussen gedaan. Dus de remise die 's nachts draait, omdat er dan bussen schoongemaakt worden, die draait op de stroom van de accu's van de elektrische bussen. Dat is natuurlijk allemaal nog maar peanuts, maar dit is natuurlijk de belofte voor veel meer. En we gaan nu kijken van kunnen we dat nou op meer plekken opschalen. En dan is dat dus volgens mij wel degelijk een hele relevante vraag. Ook al eentje die bij ons steden wel degelijk heeft gesteld. Hoe gaan we dat met elkaar doen? Ja, als we nou de komende... wij krijgen in 2019 geloof ik iets van 100... We krijgen natuurlijk helemaal niks. Maar er komen 140 of zo nieuwe bussen. Omdat ze gewoon vervangen moeten worden. Nou, de uitdaging is natuurlijk die bij de provincie ligt. Hoe krijgen we er zoveel mogelijk van die 140 elektrisch? Nou, ik hoop dat maximaal lukt. En dan is de vraag, wat is daar de laadstrategie? Ga je dat centreren op een remise of ga je dat decentraliseren op eindpunten in wijken? En wat betekent dat op die plekken voor de infrastructuur? En heb je daar dan kansen om met buffering te werken? Ja, dat zijn volgens mij vragen waar we voor gesteld staan, die nieuw zijn. En waar we ook van met elkaar moeten bedenken, wie gaat daarover? En hoe doen we dat met elkaar? Want er zitten verschillende belangen aan vast die je probeert maatschappelijk te optimaliseren. Ja, wat ik merk ook bij jullie, Robin Berg is natuurlijk ook iemand die heel goed die toekomst voor zich ziet. Merk je ook dat het wel helpt als je nog van mensen hebt die het
kunnen visualiseren waar het ongeveer naartoe gaat. Is dat, hoe belangrijk is dat om dat in zo'n gemeente te hebben, zeg maar? Ja, dat helpt natuurlijk enorm. Ik vind dat in die zin heb ik zelf trouwens ook geen slechte ervaringen met Alliander. Maar Stedin is juist heel erg geïnteresseerd om hierin mee te leren. Ik ervaar ook de busmaatschappij als een hele positieve kracht. Ja, je zult inderdaad de toekomst echt samen moeten maken. En dat, gelukkig weten steeds meer mensen dat elkaar te vinden. Daar ook nieuw mee te experimenteren. Ja. Om maar een voorbeeldje te geven, een beetje ander zijpad. Ruben Berg is begonnen met WeDrive Solar, dat elektrische deelauto's. Wij hebben zelf parkeerbeleid rondom nieuwbouwontwikkelingen, waarbij we ontwikkelaars stimuleren met deelauto's te werken. Dan krijgen ze aftrek in hun parkeerbalans. Nou, wij hebben een keer handhavend opgetreden richting een ontwikkelaar die dat niet goed doorvoerde. En die hebben de bouw gewoon stilgelegd. Nou, vinden ze niet zo leuk. En toen zeiden ze, ja, maar hoe moeten we dat dan wel doen met die deelauto's? Toen hebben we gezegd, nou, daar woont Robin Berg, die heeft een concept. En dat heeft uiteindelijk geleid dus tot een contract met Sintrus Achmea, waarbij zij zo enthousiast werden dat ze zeiden, dit gaan we overal doen. Ja. Hè, dus, en dit is anekdotisch, maar dit is wel hoe een transitie gaat. Het is een beetje ordening door de overheid, maar ook slimme ondernemers met goede aanbiedingen, die we andere ondernemers ook zo ver willen weten te krijgen dat die denken, hey, daar zit brood in. En dat willen onze nieuwe bewoners ook nog. Dat is ook nog het mooie ervan. Ja, we gaan even naar een nieuw onderwerp. Dit heeft te maken met de hand. Oh, sorry. Dirk, laatste puntje even. Nee, maar ik wil iets zeggen over over bussen, elektrische bussen. Want in april gaat in de zuidflank van de metropoolregio Amsterdam de grootste bussenvloot, elektrische bussenvloot van Europa rijden. En dat is gewoon een concessie van Connexxion. Die hebben zij gewonnen een jaar geleden. En dat is een uitvraag geweest van de vervoerregio Amsterdam. Wij hebben gezegd, wij willen zero emissie hebben, dan en dan. En er is een bod opgekomen van Connexxion. En wij zitten nou precies, als vervoerregio zijn we nu ook met Connexxion aan het zoeken. Oplaadpunten, gedoe, gemeente, vergunningen en zo. Daar zitten we middenin. Daar heb je als gemeente zeker een rol in. Dat is zeker ook zo. Alleen het is in dit geval ook wel weer zo dat het die markt is die dat kanon van een bod doet. En die zegt van ja, wij gaan de grootste Europese elektrische busvloot, gaan wij rijden. Dat doen wij. En dat is toch die dynamiek die daar zit op het moment dat dat mogelijk wordt gemaakt in zo'n marktpartij. Daar zullen we met z'n allen heel veel profijt van moeten hebben. En dan moet de overheid moet je dan ook wel goed je plek kennen. Maar dan jullie hebben het uitgevraagd. Daar begint jullie het toch mee? Uitgevraagd. Ja, zeker. Aan de markt. Ja, nee, maar ik denk ook, jij vergeet misschien al wat je al gaat doen. Maar dan heb ik toch een gemene vraag aan jou. Dan is die markt daar, hè? En die heeft allemaal hele niet transparante laadtarieven. Kan je daar als gemeente dan wat mee doen of niet? Nou, ik weet niet of jij je telefoontarieven heel erg inzichtelijk vindt. En als je daar als consument een probleem mee hebt, dan kan je daar via het consumentenrecht kan je daar verheldering over vragen. Dus als consument ben je best wel goed beschermd tegen intransparante tariefvorming. Ja. Nou, het was net een vraag van iemand. Hè? Robin, hebben gemeenten eigenlijk een rol in het afdwingen van een soort transparantie rondom die laadtarieven? Want dat is een grote frustratie natuurlijk van alle EV-rijders. Dat je totaal geen idee wat je waar wanneer betaalt. Altijd pas achteraf of heel ingewikkeld. Hebben gemeenten daar een rol in? Ligt dat echt op een ander niveau? Nee, ik vind dus weer in het begin vind ik dat heel goed als je dat als gemeente oppakt. En ik kan me best voorstellen als dat je die markt een tijdje gaat loslaten. En als die volwassen is, dat je dat overlaat aan de markt. Ik heb niet het idee dat je in veel steden veel keuze hebt. Dus in die zin vind ik dat de overheid daar nog wel een rol heeft. Maar op het gegeven moment, als het niet meer nodig is, als de overheid niet meer die toegevoegde waarde biedt, dan moet je het ook vooral snel aan de markt. Maar wat kan je als overheid doen? Wij zitten echt te zoeken van hoe kunnen we hier nou helderheid in krijgen. Dit is natuurlijk vooral een landelijk vraagstuk. Kijk, wij als gemeente hebben het goed geregeld in Zoetermeer. Maar in een andere stad hebben ze gewoon weer andere regels. Ja, dus dan moet je dat landelijk gaan afdwingen. Ik denk wel in het begin, laten we niet alles meteen in regels proberen te zetten. Laten we ook gewoon dingen een beetje ontstaan. En als het uit de hand gaat lopen, dan gaan we het weer regelen. Ja, dus maar niet op voorhand, zou ik zeggen. Vincent, het was net een vraag over die handhaving. Hè? Kan je die er nog eens even bij halen? Dat ging over, moeten auto's bestraft worden als ze na het laden nog op de parkeerplaats staan? Zo'n soort vraag was het, toch? Oh, wacht, kom even naar voren. Even kort. Interessant, een corporatie. In wijkbeduursteden. Zit er ook een ambtenaar van de wijkbeduursteden? Ligt vlakbij Zeist en Baren. Oh. Even kort. In wijkbeduursteden hebben we heel veel transparantie. Want
De eigenaar van de laadpalen in wijkbeduursteden is de eigen wijkse energiecoöperatie. Dus als je je pasje erbij houdt, dat wordt ook binnenkort het pasje van de eigen wijkse energiecoöperatie, krijg je ook nog korting. Dan gaat de verrekening via een provider natuurlijk, Greenflux, ik weet niet precies hoor. En dan krijgt dus de eigen wijkse energiecoöperatie de boem. En daarmee kunnen ze weer andere leuke projecten doen, zoals zonnepanelen op sporthallen leggen. En eigen initiatief vanuit de wijk. En als je kijkt op de website van de gemeente Wijk Beduursteden, dan zie je daar het hele verhaal. Zie je prominent voorop een elektrische auto staan met de allerslimste laadpalen die in Wijk Beduursteden ontwikkeld zijn. En dus uitgevind. Vincent, in je volgende presentatie moet Wijk Beduursteden. Dankjewel. Maar jouw vraag was nog, Mark, wat betaal je dan? Of zo of niet? Ja, wat is het tarief wat je bij betaalt? Ik denk dat je lid moet zijn. Iets minder dan het reguliere tarief. We gaan even naar handhaving. Het reguliere tarief dat varieert ongeveer van 20 cent tot 85 cent per kilowattuur. We gaan even naar die vraag over die handhaving. Rond de 30 cent. Rond de 30 cent. Duur. Wat is dit voor vraag, Vincent? Dit was de vraag. Vindt u dat een EV-plek alleen maar voor het laden moet zijn of ook voor het parkeren? Dat gaat Blijven kleven. Nou, ik ga het even vragen aan jullie. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik wist ook niet hoe dat aan toe ging. Ik heb wel een elektrische fiets, maar geen elektrische auto. Maar het blijkt dat wij dus er wel op handhaven. Dus het is inderdaad alleen voor het laden. En daarna moet je je auto weer verplaatsen. En wat gebeurt als je dat niet doet? Nou, dan krijg je in theorie een bekeuring. Tot nu toe worden er vooral waarschuwingen uitgeschreven. Maar het gebeurt dus wel. Ja, en wordt het ook bijgehouden? Dus als je 3 waarschuwingen hebt, dat dan je auto wordt... Ja, wat is de straf, zeg maar, die je krijgt? Ja, ik weet niet. Ik kijk even de zaal in of we ook echt al bekeuring hebben uitgedeeld. Niet alleen waarschuwingen. Of niet? Alleen nog waarschuwingen. Maar ik vind het op zich al redelijk ver gaan. Dus dat als je lekker thuis komt, je zet je auto neer, dat je hem dan s'avonds nog moet gaan verplaatsen. Ja. Ik bedoel, met mijn gewone explosiemotor heb je dat probleem niet. Of plofmotor was het, ja, dat is mijn vaarbootje. En jij, Lof, hoe zit het in Utrecht? Nou, ik weet eerlijk gezegd niet of wij daar nu op handhaven. Dit is wel wederom in wat we nu gaan maken, een van de issues waar we aandacht aan gaan besteden. Dat hebben we tot nu toe nu niet heel veel gedaan, ook vrij bewust. We hebben ook tot nu toe in Utrecht gezegd, we rekenen geen parkeertarief. Juist omdat op het moment dat er zeg maar rondom eigendom en aanschaf de fiscaliteit achteruit ging of minder gunstig werd, hebben we eigenlijk gezegd, dan gaan we niet ook nog eens, want in het begin waren er parkeertariefvoordelen om het aan te zwengelen. En daarna hebben we gezegd, nou ja, toen het een beetje tijd werd van nou kunnen we wel parkeertarieven gaan rekenen, toen ging net landelijk de fiscaliteit achteruit. Dus we hebben dat toen niet willen doen om het nog eens, om het gewoon wel aantrekkelijk te houden. Ik denk dat het nu wel tijd wordt. Overigens hebben wij een hele goede benutting in Utrecht. Dus het heeft niet het als effect per laadpaal dat het nu heel, de benutting heel slecht is. Integendeel, we hebben na Amsterdam volgens mij de beste benutting van Nederland. Maar het wordt nu wel tijd om kilowatturen per paal, zeg maar. Okay. Gewoon het gebruik. Ja. En die is dus goed. Hè? Dus het is niet zo dat ze zo lang staan dat er geen ander meer... Dus blijkbaar is die doorstroom best goed. Maar het wordt nu wel tijd om toch wat meer coherente maatregelen te nemen tegen kleven, zou ik maar zeggen. Ja. Zeker nu natuurlijk de overheid, of althans de staatssecretaris van INW, het ook mogelijk gaat maken om gedifferentieerde parkeertarieven door te voeren. En mijn raad heeft al gezegd, als dat kan, dan willen wij dat. Ja. Dus dan hebben we ook gewoon een ander alternatief om de schone auto's een beetje te matsen. Ja. Hier had jij wat over, hè, Wouter? Of niet? Mag ik heel even kort jou het woord geven? Wat was jouw vraag of wat heb jij ervaren in Utrecht? Ik heb heel veel ervaring in Utrecht en bij ons is het echt een gigaprobleem. Ik vertelde net dat ik een Outlander heb gekocht 4 jaar geleden. Die is inmiddels de deur uit. Ik heb nu 2 volledig elektrische auto's en ik kom regelmatig aan. En dan kan ik gewoon niet laden. En dat zijn soms auto's die dagen of soms zelfs een week aan de laadpaal staan. Ik ben er al een jaar over met de gemeente Utrecht in overleg. Wat vraag je dan aan de gemeente? Nou, wat de enige oplossing is, misschien kan Gideon Goudsmit zo meteen even wat zeggen, want die zit in de zaal, is dat er een tarief komt nadat je volgeladen bent. Ja, wat hij hier al zegt, dat je je auto weg moet halen. Tesla doet dat zelf bijvoorbeeld ook al, een heel hoog tarief, €20 per uur als je je auto laat staan. En dat is de enige oplossing om die mensen weg te krijgen. Het zijn overigens bijna altijd plug-in hybrids die die plek bezet houden en niet beseffen dat ik met mijn volledig elektrische auto volledig afhankelijk ben van die openbare laadpaal.
En ja, ik zou toch echt de gemeente Utrecht willen oproepen om dat probleem nou echt op te lossen. Want ik heb van Derek heel veel gehoord waar ik het niet mee eens ben, maar wel dat er genoeg laadpalen zijn. Ze worden alleen super inefficiënt gebruikt. Een onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam toont aan dat van de tijd dat een auto aan een paal staat, slechts 19% van de tijd daadwerkelijk geladen wordt. Dus als die efficiëntie omhoog gaat, heb je ook veel minder laadpalen. Tuurlijk, iedereen heeft er profijt van. Maar even een biecht. Nou, daar hebben we, zeg maar eventjes. Ik ben een laadpaalklever. Ik zal even uitleggen waarom. Laadpaalklever, mensen. Kom even staan. Even pek en veer erbij. Echt een secte zijn jullie, hoor. Echt een secte. Nu heb je een zondebok. Even kort. Even biechten. Ja, ik ben soms een laadpaalklever, moet ik tegen mij even zeggen. Ja, ik doe dat om mijn buren te ontzien. Ik woon in een wijk waar heel veel laadpalen staan. En als ik dan ook nog eens een keer niet op bij die laadpaalplek ga staan, dan zijn er nog minder parkeerplekken. Dus het is allemaal maatwerk. En uit hetzelfde onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam blijkt ook dat 95% van de laadsessies korter is dan 24 uur. Dus het is echt allemaal niet zo dramatisch. Dus ik denk niet dat we op alle laadpalen met dit soort maatregelen moeten komen. En natuurlijk zijn er situaties waarbij het misschien beter is om over te gaan tot een tarief per minuut, per uur, noem maar op. Maar in heel veel gevallen is het niet nodig. Dus misschien moeten we ook eerst kijken wat je met de buurt kan oplossen en dan pas naar dit soort maatregelen kijken. Dank je. Ja, er zitten twee componenten volgens mij aan. Dat heeft natuurlijk, het heeft met etiketten ook te maken. Dat wij als, ik ben namelijk ook, ik maak me er zelf ook schuldig aan hoor. Toen ik in het centrum van Rotterdam echt, daar ging ik gewoon parkeren omdat ik dacht, ja toch handig. Je doet dat gewoon omdat het ook kan. Dat is natuurlijk ook. Er zit een etikettenkant aan, maar er zit ook een handhavingskant aan. Nou ja, en volgens mij, hoe gaat het laden zich precies ontwikkelen? Dat, nou ja, hier zit een zaal die er veel meer vanaf weet dan ik. Maar gaat het meer op tanken lijken? En dat hangt toch ook af van de techniek in de paal en de techniek in de auto. Want hoe sneller die laadbeurt, hoe meer het tanken is, hoe minder het parkeren is. Mm-hmm. Hoe langer het duurt, hoe meer het op parkeren lijkt. En hoe minder je volgens mij ook aan mensen kan vragen om het als een tankbeurt te beschouwen. Dus dat maakt, nou ja, en trouwens ook hoe volgens korter mij het wel is, hoe meer snellaadstations en hoe minder gewone voortuin laden, denk ik. Dus dit moet zich in mijn beleving ook nog wel een beetje uitkristalliseren. Maar die laadpalen, dat zijn natuurlijk gewoon, daar duur je een paar uur over. Tenzij je snel laadpalen, maar die staan niet in de wijk. Nee, nou, in principe is stilstaan is laden. Dat is natuurlijk het ideale principe. Mocht dat nou, maar als het te lang stilstaan is, wat doen jullie er in Haarlem en meer aan? Bij laadpalen alleen maar laden. Wij hebben eigenlijk bijna geen parkeertarieven. Dus dat speelt bij ons eigenlijk niet zo. Als je bij ons midden in Hoofddorp parkeert, betaal je 50 cent per uur. Dus wij hebben niet die rem die jullie voelen op het parkeren. Wij hebben ook helemaal niet zoveel problemen met parkeerregulering. Dus wij heffen gewoon parkeertarieven op het moment dat je er gaat staan. En we handhaven op het moment dat je klaar bent en niet weggewezen bent. En we handhaven ook als je er staat, als je er niet hoort te staan. En dat is zeer overzichtelijk. Maar niet opladen. Niet opladen. Als je vol bent, moet je wegwezen. Ja. Maar en als je dat niet doet? Handhaaf je daarop? Ben je met me eens, hè? Dat is het tweede al, hè? Even vasthouden dit. Hè. Iedereen. Maar de meneer, wij komen in flow, zo. Wat zei je? Had je nog een korte vraag daarover? Oh, nog een korte toevoeging uit wijk Beduursteden? Ja. De corporatie. Ja, geef hem maar hier. Ruim onder het regulier. Kom maar even kort. Wat is de toelichting? Je moet absoluut niet sneller laden dan nodig. Dan belast je veel te veel het net. Auto's staan heel veel stil op het werk, bij instellingen enzovoort. Daar moeten stopcontacten komen. Kun je, terwijl je werkt, volladen, kom je niet leeg thuis aan. En dan kun je thuis, terwijl je slaapt, ook in alle rust laden. En als er energie nodig is, dan moet de auto gewoon een watertorentje zijn. Je houdt overal 230 volt druk op het net. Dus we moeten absoluut naar vehicle-to-grid. En we moeten niet sneller laden nodig. Dat is zonde. Als er een dip in het net is, dan moet de auto druk op het net houden. Dan crasht niet alles. En als het net heel veel energie over heeft, dan moeten de auto's gaan laden. Dus we moeten absoluut naar slim laden. Vehicle-to-grid. Mooie aanvullingen. Oh, we hebben nog 3 minuten. Nou, dan gaan we. Mooie aanvulling. We moeten ook allemaal naar slim laden. En we moeten allemaal naar die energietransitie. Maar heb ik even een korte. Ik heb een vraag. Wij hebben de mogelijkheid geschapen in onze verordeningen.
dat je een kabel van 50 meter mag laten lopen van je huis naar je auto. Zo. Is dat voor iemand van jullie... Oh, hey, kijk. Drie keer. Flow. Had je niet verwacht, hè, toen je hier vanavond heen ging, dat je applaus zou krijgen. Het is verstandig om mensen die verstand hebben van de markt ook gewoon even... Moet je even wennen altijd, hè? Nou, laten we dat... ik vind dat gewoon... Laten we zo... Dirk, blijf vooral even naar de borrel. Ik wil even een korte vraag aan jullie stellen. Als laatste, welk probleem ga jij, als je wordt opnieuw 4 jaar dit werk gaat doen, welk probleem ga jij in Zutermeer oplossen de komende 4 jaar op het gebied van elektrisch? Nou, wat ik nu een hele leuke vind, is dat we nu ook WeDrive Solar doen voor de gemeenteambtenaar, maar bij buitenkantooruren dat ook inwoners er gebruik van kunnen maken. En volgens mij is dat inderdaad het gevoel van elektrisch rijden, dat is nog niet voor iedereen bereikbaar, maar het zou heel leuk zijn als steeds meer Zoetermeerders gewoon elektrisch kunnen rijden. En als we dat kunnen faciliteren. Ja, krijgen jullie weer van ons een gouden stap. En wat ga jij oplossen dan? Welk probleem ga jij tackelen? Ja, nou ja, ik zou het liefst natuurlijk gewoon dat beleid wat een 9 waard is, gewoon helemaal tot in de puntjes uitvoeren. En daar zit dus van alles in. En inderdaad, een van mijn favorieten is ook wel de combinatie tussen elektrisch rijden en deelauto's. Want volgens mij, als ons dat goed lukt, als mensen daar echt enthousiast van worden, dan levert dat de stedelijke omgeving ongelooflijk veel op. Met name in de combinatie met nieuwbouwgebieden. Dus wij zijn ook echt op zoek naar hoe kun je bij nieuwbouw echt met andere concepten komen. Dat mensen minder afhankelijk zijn van autobezit. Ja, het levert ongelooflijk veel op. Dus ik hoop heel erg dat ons dat lukt. Ja, hartstikke goed. Jij nog even, Dirk? Wat? Ja, en ik wil gewoon, dat vind ik, volgens mij is dat de opdracht van iedereen in verkeer en vervoer. Ik denk dat we aan de vooravond staan van hele grote ontwikkelingen. Die alles te maken hebben met elektriciteit, autonoom rijden, connectiviteit. Maar ook met de ontwikkeling van het openbaar vervoer in relatie tot de fiets. Er is een explosie gaande in de manier waarop we ons vervoeren. Ik ben er heel erg voor dat je als overheid probeert adaptief te zijn. Dat je probeert om klaar te staan voor de veranderingen die er zijn. En dat je daarin flexibel moet zijn. Maar dat je vooral ook apolitiek moet zijn. Je moet niet al te veel geloven. Je moet gewoon kijken wat er gebeurt. En daarna moet je je voegen. Ja. Je mag wel geloven in de energietransitie. Dat is het enige geloof wat we toestaan. En in de markt. En in de markt. Wel geloven in de markt. Maar wat is het geloof in de energietransitie? Wat is dat? Oké, nou jongens, er zijn heel veel vragen die we niet kunnen beantwoorden. Maar zij blijven hier, dus we kunnen zometeen bij de borrel kan je de vragen met hun bespreken. Mag ik jullie van harte welkom, van harte bedanken. Robin, Lot en Dirk. En mag ik een hartelijk applaus ook voor hun. Dank jullie wel. Hey, dankjewel. Dankjewel. We gaan door naar het laatste deel en dan geef ik de microfoon over aan mijn collega Jochem.